Minister David Abiyamovo van Natuurlijke Hulpbronnen installeerde op 5 april de commissie Monitoring RGM en Nieuwmond. Deze commissie zal namens de Surinaamse overheid toezicht houden op de goudmijnbouwbedrijven CN Roosevelt Gold Mines en Nieuwmond en het geheel coördineren en adviezen geven. Onder leiding van voorzitter Clyde Griffith zullen vertegenwoordigers van verschillende ministeries hun taken, inclusief kennismakingsbezoeken, aan de bedrijven uitvoeren. Santigrong is op 5 april 2024 officieel onder het gezag van hoofdkapitein Glenn Kakai geplaatst in een feestelijke ceremonie doordrenkt met traditionele Maroncultuur. Tijdens het evenement werden 27 bewoners benoemd tot kapiteins en bashas. Gramang Leslie Valentijn droeg het gezag over aan hoofdkapitein Kakai, die vastberaden is om positieve veranderingen te brengen en samen te werken met de gemeenschap. Kakai streeft naar vooruitgang en wil onder andere een Mulo-school bouwen in Santigrong. Een hybride zonne-energiecentrale is op 6 april in gebruik genomen door Bukitti Tapanahoni. Gefinancierd door de overheid en uitgevoerd door Power China, zal de centrale 16 dorpen langs de Tapanahoni-rivier van continu elektriciteit voorzien, waardoor 1550 huishoudens dag en nacht stroom hebben. Dit draagt bij aan doel 7 van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN.